Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem heeft uit handen van de Arnhem Art Ambassadeurs een nieuwe aanwinst in ontvangst mogen nemen. Het museum kreeg al eerder schenkingen van de AAA, zoals in 2005 bijvoorbeeld dit stilleven met vissen en citroenen van Wim Schumacher. Arnhem Art Ambassadeurs zijn opgericht in de tijd om een soort steunfonds te creëren vanuit het bedrijfsleven voor musea. Wij zijn later aangesloten als SEN toen we hier ons in de stad vestigden. Maar ik denk dat we allemaal het uitgangspunt hebben dat je als bedrijfsleven iets moet doen voor kunst en cultuur. Een functie die vroeger bij de overheid veel nadrukkelijker aanwezig was, koningen enzovoort. Maar ja, dat bestaat allemaal niet meer, dus nou moet, vinden wij het bedrijfsleven daar gewoon instappen. In het museum zijn conservatoren werkzaam die ieder een bepaald gebied in de tijd en in de kunst bestrijken. Zij kennen het beste dat tijdvak en de kunstenaars die daarbij horen. En zij komen met voorstellen in onze stafvergaderingen. En bepaalde voorstellen en bepaalde bedragen kunnen wij zelf opbrengen. Maar bijzondere schilderijen die duurder zijn, daar hebben we echt de steun voor nodig van de AAA. Soms dan is er een schilderij in een veiling, ja, en dan gaat het boven de begroting, zal ik maar zeggen. Dat is ook wel eens gebeurd. Maar als we een verzoek krijgen en de middelen staan ertoe, dan wordt er in mijn ervaring tot nu toe altijd ja gezegd. Ja. Dit keer werd het Museum voor Moderne Kunst verblijd met een portret. Het is een portret van Charlie Torop van Ann Harrestein Schreder. En dat zal misschien niet iedereen iets zeggen. We hebben dit schilderij uiteraard gekocht omdat het een vrij portret is. Maar ook een beetje vanwege de figuur. Ann Harrestein is een beetje een vergeten vrouw. Ze is vooral bekend als de vrouw van een dokter Rijn Harrestein. En die is vooral bekend geworden als verzamelaar en als grote mecenas. En als de eerste kinderchirurg in Amsterdam. En de zuster van Truus Schreuder Schreder. Vooral bekend van het Schreuderhuis in Utrecht. En tenslotte het boek, dat heet Nieuwe richtingen in de moderne schilderkunst. En dat is een boek geweest uit 1935. Wat ze heeft geschreven samen met een schilder, Jacob Bendien. En dat is een ontzettend invloedrijk boek geweest. Waarom wil het museum dit schilderij graag hebben? Onder andere omdat het een sleutelstuk is. Dus vanwege het milieu, waar allerlei mensen die ook in onze collectie vertegenwoordigd zijn, ook kwamen. Maar ook vanwege dat boek, wat echt het eerste boek is geweest over de moderne schilderkunst in Nederland. Dus ik denk dat het een schilderij is wat veel zal worden afgebeeld. En dat er ook heel veel over deze mevrouw geschreven gaat worden. Want het is allemaal wat minder bekend wat zij heeft gedaan. Het wordt vooral op het konto van haar man, die het geld had geschreven. Daarnaast is het ook een erg belangrijk schilderij, omdat juist dat huis van die Harresteins tegenwoordig ontzettend in de aandacht staat. Het Stedelijk Museum heeft het hele Rietveld interieur in zijn collectie. En het Amsterdamse Historisch Museum heeft andere onderdelen van dat huis, heeft het in zijn bezit en exposeert het veel. Er is erg veel aandacht voor deze vrouw. En natuurlijk is er altijd ook aandacht voor Charlie Torop. Ik ging nog niet gerealiseerd hoe bijzonder dit werk eigenlijk is. Dus wat dat is altijd leuk om even ook de uitleg erbij te horen als je zoiets krijgt. Ik beschouw het naast een geschenk aan het museum ook als een geschenk aan de stad. Dus wat dat betreft is dit voor alle inwoners van Arnhem. Dus ik ben er ook op die manier ontzettend blij mee. En wij zullen zorgen dat zowel het werk als het museum zelf een goede plek blijft houden in de stad. Op welke plek dat dan ook uiteindelijk mogen zijn. Een heel groot verlanglijstje, maar ik zou nu niet exact weten. Mag ik hier graag even over nadenken? Want moet ik even graven hoor, wat staat er nu precies op het verlanglijstje?